De herdenking van 145 jaar Hindoestaanse immigratie op dinsdag 5 juni wordt gelijkgesteld aan de zondag. Dat zegt Anil Manurat, voorzitter van de Nationale Commissie Herdenking 145 jaar Hindoestaanse immigratie in Suriname. Hij sprak de pers vanmorgen op een persconferentie in de Flex Mall. Vanwege het feit dat dit jaar een jubileumjaar is, namelijk 145 jaar Hindoestaanse immigratie, 155 jaar Kitikoti en 165 jaar Chinese immigratie, zal er een multicultureel programma afgewerkt worden, geeft Manurat verder aan. En de culturele Unie Suriname probeert altijd een nationalistisch en multiculturele podiumprogramma voor het te presenteren. Daarom zijn de Marokgroepen en de Chinese groepen ook bij betrokken om hun presentaties te kunnen doen op het onafhankelijkheidsplein. Daarna hebben we toespraak van de president van de Republiek Suriname. Verder komt er een Indiase groep onder leiding van mevrouw Radhika Chopra vanuit India. En die zal dan ook een programma presenteren. En we zullen het dan afsluiten met Yadgar Orchestra en de Militaire Kapel. Met liederen die daar gepresenteerd zullen worden. De voorzitter van de Nationale Commissie gaf een uiteenzetting van de verschillende activiteiten die op 5 juli zullen plaatsvinden. Deze variëren van boterrace op de Suriname rivier tot een optocht in de binnenstad. Op de dag zelf zullen wij samen met andere organisaties, hoe meneer Retten Kalka al heeft aangehaald, op 9, tussen 9 en 10 samen met de vicepresident een ene ronde doen vanaf Mama Serenang, Mama Emai, Gianni Tetri en de Nimbo. En daarna gaan we naar het onafhankelijkheidsplein waarbij we een plantage gaan inrichten hoe het eigenlijk 100 jaar geleden zou moeten zijn geweest. We gaan het proberen daar uit te beelden en dan gaan we een opening doen. Het heet de Gaon, gaat de Gaon heten. En dat gaat ook niet geschieden om 10 uur in de ochtend door de vice-president van ons land. Tegelijkertijd om 10 uur zal ook de botenshow beginnen. Samen met de vereniging Watersport en Friends zullen zij een demonstratie geven van alle versierde en mooie boten. Alus Anil Manurat, voorzitter Nationale Herdenking 145 jaar Hindoestaanse Immigratie. Hij gaf vanmorgen een uiteenzetting van de verschillende activiteiten in verband met de herdenking 145 jaar Hindoestaanse Immigratie.